Dan gaan we straks even naar zijn. Je hoort het niet, maar hij doet het wel. Dank je wel. Tracer. Nou, we zijn op de castpresentatie van Mamma Mia. En ja, van jou wisten we het al, Sarai, maar van Samir wisten we het nog niet. Jullie staan erin. Ja. Ja, ja joh. Ja, het, vandaag is dan de grote dag dat het... wij wisten het natuurlijk al wel een tijdje. Ja. Maar dit voelt wel als het officiële moment. Dat we echt het de wijde wereld in kunnen gooien. Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Nou, jij gaat Sophie ga je spelen, Sarai. Ja. En wat ga jij spelen, Samir? Sky. En ja, ik ben haar verloofde. Dat is het. En jij bent de dochter des huizes? Ja, ja, ik ben de dochter van Brigitte dit seizoen. Dus dat is leuk. In plaats van de jonge versie die alleen maar naast haar zit en niet met haar mag spelen of zingen. Dus ja, ik kijk er wel heel erg naar uit nu. Ja, ja en ook vooral omdat Brigitte Donna speelt? Of had het je niet uitgemaakt? Nee, maar het geeft wel extra sentiment of zo dat Brigitte Donna is. En ook, ook dat René een van de potentiële vaders is. Ja. Het is voor mij weer heel bijzonder om het met die twee te kunnen doen, omdat ik ze al wat langer ken. Dus voor mij is dan wel een beetje het cirkeltje rond. En toen ik hem naast me kreeg, voelde het ook al meteen heel vertrouwd. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Ja, was dat toch wel een bucketlist dingetje van met elkaar samenwerken? Nou, we hadden elkaar eigenlijk... Ja, we hebben elkaar wel eens gesproken. Maar in de audities inderdaad, ja. Was het. Toen merkte we wel, oh ja, dit is leuk. Wel. En als je dat gevoel hebt, en je wordt het dan ook, dan is het natuurlijk extra leuk. Ja. Nee, ik praat niet meer. Als we zo verdeeld zijn. Alle haat en nijd zijn verleden tijd. Ik heb geen laatste troef. Nu we uit. Alles lijkt gezet. Klaar is ons gevecht. De winnaar claimt de prijs. Dus ik hou me gedijst. Jij won en ik verloor. Daar leef ik mee door. Nou, jij bent gevraagd door Hans Cornelissen. Ja. Hoe ging dat? Kun je dat nog even vertellen? Nou, dat was vrij leuk, was dat. Dat kan ik je vertellen. Het is altijd zo heerlijk als je gewoon gevraagd wordt. En niet in een ellenlang repetitieproces hoeft te stappen, natuurlijk. Dus nou, Hans vertelde mij aan een biertje in het café van... joh, ik heb jou in iets gezien en dat wil ik gaan doen. En het is een nieuwe, het is een neoclassieker. Dus mijn hoofd ging helemaal op hol. Ik dacht, neoclassieker, wat dan, wat dan? Toen zei die Mamma Mia. Toen, ja, weet je wel. Ja. Had nog geen punt achter zijn zin gezet? Ja, ik dacht ook meteen, oh, ja. Ja, dat, ja, die voel ik. Ja. Ja. Dus dan klopt die. Ja. En was het ook al een musical die bij jou bovenaan je lijst stond? Van daar zou ik echt wel een keer in willen spelen? Nou, ik heb wel eerder ben ik gevraagd om auditie te komen doen voor de rol van Tanja, was dat destijds. Toen heb ik niet, die audities heb ik niet gedaan. Ik weet het niet. Ik voelde het niet zo. Maar ik weet het niet waardoor. Het was er niet. Maar in die rol van Donna, daar dacht ik wel altijd van... Dat is wel een rol die in die voorstelling die mij, denk ik, ooit wel een keer op mijn pad zou komen. En als ik hem dan kan, dan wil ik hem graag doen. Dus ja. Ja. En nu hebben we jou net een liedje horen zingen. Ja. Ik denk dat het publiek jou gaat omarmen, toch? Ik weet het niet. Ik ga mijn best denk doen. Het wel. Ik ga mijn best doen. Ja, ja. Het kwam er al mooi uit, toch? Nou, het was heel spannend. Maar ja, het was de eerste keer zo'n nummer. En dat is natuurlijk alleen een hele nieuwe hertaling. Voor het eerst. Voor iedereen voor het eerst. Dus ik dacht wel van... Oh, ik moet er even ergens doorheen. Maar ja, ik vind dat die klopt. Ik vind het een hele mooie nieuwe tekst. Waar ik meteen, toen ik hem las al... Dat ik dacht, oh, ik snap dit. Ik snap waar die beelden heen gaan. Ik snap wat hij daarmee wil vertellen. In dat spel wat er de hele tijd gespeeld wordt. En de verwijzingen naar dat spel. En, ja, dus ik kon meteen daar wel zeg maar allerlei... ideeën en gevoelens in kwijt. Dus ik was er heel blij mee. Ja.
Hebben jullie veel met ABBA trouwens? Ja, ik ben altijd wel dol geweest op ABBA. Ik kan daar wel echt goed op losgaan. Ik vind dat wel heerlijk, ja. Ik vond het vroeger echt verschrikkelijk. En nee, echt, ja. Oké. Okay. De laatste jaren ben ik het heel erg gaan waarderen. Ik vind het echt heel leuk. Omdat het ook, het is muziek, het is heel goed gemaakt. En het is ook leuk op een uitgaansavond. Ja. Dus het geeft een soort feestje in de zaal. Dus ik ben heel blij dat ik dit mag gaan doen. En ik vind de muziek nu heel leuk. Dus ben je wel eens voorheen naar de andere versies geweest van Mamma Mia? Nooit. Nee, ik moest ook echt. Ik had ook nog niet de film gezien. Dus ik moest dat echt allemaal gaan bekijken. Maar mijn vriendin zei, ja, je moet het doen. En toen heb ik de film gekeken en toen dacht ik, ja, leuk. Dus ja, toen was het echt. En hoe is het bij jou, Soraya? Ben jij al een keer naar Mamma Mia geweest? Ja, ik heb Mamma Mia 2 keer gezien in het Beatrix Theater toen. En toen heb ik ook wel een paar keer gedacht, oh, dit staat wel eigenlijk op mijn lijstje. Hoe de rol in elkaar steekt en de humor ook die ze heeft, daar kijk ik wel echt naar uit. Dus ik ben heel, ja, heel blij eigenlijk dat ik nu een droomrol mag gaan doen. Ja. Nou, we gaan het zien. Half september, 10 september geloof ik. Ja, 10 september is de première hier, ja, in ja, Delamar. Ja, hier inderdaad. Ja. Ja. Nou, hier is the place to be, toch? Yes, hier is het. Oké, hey, dankjewel. Dank. Nou, Carolina, ik zie het helemaal zitten met Tanja volgens ja, mij. Ja, toch? Nou, ik ook. Ja, wat leuk. Ja. Ben je gevraagd? Ja. Ja, en wat ik net al zei tijdens de presentatie, Hans vroeg me en ik schreeuwde eigenlijk meteen, oh ja, te gek. En toen dacht ik, maar wie wordt dan Donna? En toen zei hij dat Brie dat werd. En toen had ik zoiets van, let's go. Ja. Dan begon je te gillen. Ja, ik vind haar fantastisch. En we hebben het net gezien, hoe ze zingt. En dan, ze zingt het voor de eerste keer en dan speelt het al zo mooi dat ik denk, jongens, dit gaat fantastisch worden. Ja, maar jullie hebben nog nooit samengewerkt, hè? Nee, we doen af en toe wel eens van die losse optredens samen. Maar ook met Wieneke heb ik nog nooit in een voorstelling gestaan. En met Barry ook nog nooit. Dus ik vind het heel leuk, want we kennen elkaar allemaal al jaren. Maar ja, we hebben nog nooit in deze combi samen iets gedaan. En was deze musical ook een bucketlist dingetje? Ja, ik vind ABBA fantastisch. En ik vond Mamma Mia ook altijd heel leuk. En dat is ook een van de redenen dat ik eigenlijk meteen heb gezegd van ja, laten we het doen. Dus bij de vorige keren toen je in de zaal zat, neem ik aan, dat je gezien hebt. Ja. Toen zat je van, oh, daar wil ik ook in staan. Nou ja, weet je wat het ding is? Het is zo'n ultiem feel-good verhaal, dat je gewoon wordt meegezogen ook door die liedjes. En ik weet vanuit Sister Act, dat als je het echt die energie voelt van het publiek, hoe heerlijk dat is. En als je dan elke avond liedjes kunt zingen die je echt zelf ook fantastisch vindt. En dan word ik ervoor betaald, hè? Ja, ook dat nog. Ik vind het echt een leuke job. Dat is veel leuker dan op kantoor zitten, dat toch? Dat bedoel ik, ja. Ja, en heb je ook nog gekeken naar de filmpjes van Sophia bijvoorbeeld? Een van jouw voorgangers? Nee. Nee, ik heb Sophia wel gezien natuurlijk in de vorige versie. Maar ik wil wel gewoon Carolina Tanja maken. Dus, en het zal wel overeenkomst hebben, omdat de rol natuurlijk hetzelfde is. Alleen, ja, we hebben de mazzel dat wij hoeven ons niet aan de Broadway-versie of de West End-versie te houden. En we mogen echt veel meer eigen input geven. Maar die meiden, Ellen Evers ook, ja, dat staat natuurlijk mijn geheugen gegrift. En ik hoop dat ik gewoon ik ga ervan uit dat ik een waardige Tanja ga neerzetten. Heb je al iets van de teksten gezien? Nee, nog niet. Want we hebben nog even te gaan. Hè. We gaan pas in juni repeteren. Dit is voor ons ook de eerste kennismaking met het ensemble. Dus ik ga nog even genieten van mijn eigen andere dingen. En dan ga ik me vervolgens helemaal in het Mamma Mia geweld storten. Nou ja, nu een vernieuwde versie met een andere vertaling, zei je. Een hele nieuwe vertaling. Niet alleen de dialogen, maar ook de liedteksten. Dat vinden we dan. En dat kon voor het eerst in Nederland, dat mocht. En dat is wel gewoon, ja, die vertaling is best oud. Heel goed hoor, was hij maar oud. En dit is toch Jeremy Baker, die voor ons ook Rocky Horror Show vertaald heeft. Daar een nominatie voor kreeg. Hij is van Koefnoen, de scherpe pen, heel knap. Dus ik vind Ben er ontzettend blij mee. En je hoort het net, Brigitte zingt de winnaar claimt de prijs. Ja. Nou, het klinkt, als je het zo dik je, de winnaar claimt, maar ze zingt het en het klinkt heel natural. Ja. Waar heb jij vooral naar gekeken bij de nieuwe vertaling? Nou, vooral niet naar de oude vertaling, want dan word je gek. Tenminste, ik, dat wilde ik niet. Ik dacht, nee, het is nieuw, dus ik wil ook geen last hebben van een soort van die oude vertaling, die heel goed is overigens, van Coot van Doesburg. Maar ik dacht, nee, ik begin opnieuw, dan moet dat me niet in de weg zitten.
En kijk, het is een hele nieuwe productie. Het wordt ook heel nieuw vormgegeven. En, dus het, ja, een nieuwe vertaling past daar ook bij. En daar heb ik op gelet. Ja, gewoon eigenlijk het zo goed mogelijk vertalen. Dat is het enige wat ik kan doen. Ben je benaderd door de Hans of heb je zelf ingetekend? Nou, ik hoorde via, ik zeg niet van wie. Als zeer betrouwbare bron dat Brie Donna ging spelen, zeg maar, dat het kwam, hoorde ik ooit eens. En toen, heb ik, ik weet niet hoe het gegaan is, maar wel een beetje via laten weten dat ik het wel heel leuk leek om, om Sam te gaan doen. En Hans die belde mij met die vraag ook, dus dat was ik. Ja, ik snap het wel, want jullie hebben toch een bepaalde chemie, hè, samen. Dat denk ik, hoop ik. We zijn natuurlijk hele goede vrienden ook, maar we kunnen ook samen goed spelen. En ik had ook een helemaal meer, want ik heb ooit een vorige versie ooit teruggegeven. Dus het was ook een beetje unfinished business. En ik voel me wel een beetje een Sam nu. Ik heb twee dochters zelf. En, dus ik vind het ook leuk om dat te gaan doen. Ja. Ja, wie ook heel blij was, dat was René natuurlijk. Hè? Toen je hoorde dat jij Donna mocht gaan doen. Toen was het meteen, yes, ik wil wel Sam spelen. Ja, heel leuk. Ja. Het is zo fijn als je iemand naast je hebt. Überhaupt, ik bedoel, je vrienden verrijken je leven toch. Maar als je dat dan ook nog in het vak hebt, dan dat is gewoon hartstikke fijn. Een vertrouwd iemand, iemand waarbij je kan huilen en lachen. En niet de schijn hoeft op te houden als het een keer minder gaat of als je moe bent. Of dan zegt hij, nou, ik rij vanavond, slaap jij maar in de auto. Heerlijk, ja. Ja, maar jullie hebben al regelmatig het toneel gedeeld. Hè? Natuurlijk ook met kleinere shows en met grote producties. Evita onder andere. Ja. Dus dat is toch een soort van warm bad waar je dan al half instapt, toch? Ja, en dat is ook zo. Ja, ik bedoel, wij kletsen over alles. We hebben zoveel raakvlakken op het gebied van muziek, maar ook met het gebied van onze partners, bevrienden en de kinderen. En, dus het is heel lekker als je dat soort dingen ook naast dat je met elkaar gewoon het toneel graag deelt, is dat ook heel fijn als je dat soort dingen met elkaar deelt. Ja. Je vertelde net ook al aan Hans. Dat je het nu ook meer voelt, hè, deze rol. Omdat je zelf al natuurlijk een jaar of 10, geloof ik, mama bent. Ja. Dus tijd voor Donna, toch? Tijd voor Donna, ja. Ik bedoel, the time flies, zeggen ze wel eens. En het glipt me door mijn vingers, die tijd. En dat voel je vanaf het moment dat je je kinderen ziet opgroeien. Dan, soms krijg je echt wel zo'n wake-up call dat je denkt, hè, oh my god, wat ben je best groot. Of, het gaat zo snel. En hoe ze op de school gaan en hoe ze in de hobby's zitten. En dat je, oh my god, ik hou het niet bij. De woorden die eruit komen, waar ze je mee verrassen. En, dus dat herken ik nu gewoon heel goed. Dus dat vind ik ook fijn om daar over te mogen zingen en spelen. Ja. En hoe reageerden je kinderen toen ze hoorden dat jij Donna mocht spelen? Oh, dat vond Minna, mijn dochter, vond het geweldig. Want die film is haar lievelingsfilm. Nou, ze was echt, mama, mag ik dat naar de première? Mag ik dan ook komen kijken? Mag ik dan mee op tour? Ja, ze vindt het fantastisch. Ja. Net zoals de dochter van René trouwens. Senna ook. Ja, superleuk. Ja, dat wordt één groot feest natuurlijk in de zaal. Ja, en de dochter van Wieneke. Dus ik denk dat wij zo drie van die blonde meisjes in de coulissen hebben zitten op zondagmiddag. Ja, ja, leuk. Ja. Ja. Tot slot, twee favoriete Abbe-liedjes. Voulez-vous is een van mijn favo's. En The Winner Takes It All. En ik moet natuurlijk ook zeggen, Does Your Mother Know? Want dat is mijn solo. Snipping Through My Fingers vind ik prachtig. En favoriet verder. Ja, ik vond het vroeger, maar dat was een van de eerste LP's die ik zelf actief kocht. Super Trooper vond ik heel leuk op die reden. Ja. En zat One of Us stond daar ook op. Dat vond ik ook heel mooi. Ja, te veel. I Have a Dream. Die zong ik met mijn vader vroeger altijd. Dus bij dat liedje gaat mijn kinderhart gaat weer open. Maar het glipt me door mijn vingers. Tijd glipt door mijn vingers, wordt het nu. Die heb je gemeen met René in ieder geval? Ja, die vind ik ook echt ontzettend mooi om te vertellen. Zo'n mooi nummer. En maar ik vind ook Dancing Queen vind ik ook weer heerlijk, weet je wel. Of Waterloo vind ik ook heerlijk. Ja, ik hou alles aan. Ja.